Waar we op gewacht hebben allemaal natuurlijk. Eindelijk, vorige week was het er niet. Maar nu is hij er weer. De vrijdagbabbel. Kijk mooi. Yo, nou zijn we bij mijn vriendje natuurlijk. Kev, hoe is het, Bart? Goed. Ja, lekker getraind? Ja, zeker, ja. En ook een nieuwe baas in huis? Ja. Heb je die al kennis meegemaakt? Of, nee. Nee, ja, wij wel, 6 maanden geleden al natuurlijk. Ja, nee, niet. Hey, maat, go ahead, dat verhaal. Zag je ons zitten in die kippenhok? Nee, ik heb jullie niet zien zitten. We zaten echt een slechte uitvak in stad, zeg. Ja. Ja, een echte kippenhok. Ik zei het wel, het is wel net een gevangenis, geloof ik. Ja, dat noem ik een kippenhok. Ja, precies. Noordsingel, zeg maar. Ja, weet je, je bent bekend in Rotterdam, toch? Ja, zeker. Noordsingel, huis van bewaring. Maat, ja, precies. Hoe weet ik dat, hè? Geen idee. Ik ben wel eens op bezoek geweest bij iemand. Ja, bij mezelf. Hi, maat, ik zag je net bij de training ook. En je had even geen hesje aan. Nee. Gaan we raar lopen doen? Dan moet je aan de trainer vragen. Ik ga dadelijk vragen aan de trainer. Ja, doe maar. Maar stel dat het gebeurt, dat hij kiest voor een andere mogelijkheid. Ben je dan verknettershorst? Ja, natuurlijk. Ben je altijd short gepasseerd. Maar het is niet anders. Dit is nog vaker gebeurd. Dus, ja. Maar ja, je hebt natuurlijk een zware blessure gehad. Je bent helemaal terug. Volgens mij zit je lekker in je vel. Ja, dan lijkt het mij zuur als je dan niet in dat oranje hesje zit. Ja, maar ja, trainer moet keuzes maken. Het gaat niet echt best met elftal. En, ja, als dat ten koste gaat van mij, dan... Waar ligt het dan, maat, dat het niet goed gaat met het elftal? Want we hebben toch allemaal, als je gaat kijken naar de spelers, we hebben allemaal redelijke spelers. Ik zeg niet dat we de top hebben, maar we hebben allemaal goede spelers. Jij ook. Ik vind je ook wat minder. Ja, dan moet ik voorzichtig zijn, want ik zeg wat ik vind je nog steeds een wereldgozer. Maar ik vind je ook wat minder gelukkige reacties, maar dat is waarschijnlijk het hele elftal. Ja, nou ja, kijk, als het elftal net vorig jaar of 2 jaar geleden lekker loopt, dan gaat het zelf ook wat makkelijker. En loopt het niet, dan gaat het bij iedereen wat minder. En het moet toch... Ja, bij iedereen één voor één een beetje terugkomen. En dan kan het heel leuk worden. Maar zodra dat niet gebeurt, dan kan het heel moeilijk gaan worden. Ja, dan krijgen we natuurlijk je clubje. Daar gaan we tegen spelen van het weekend. Woensdag krijgen we Twente. Ja, dat zijn toch allemaal clubs waar wij in principe niet op rekenen op punten. Nou ja, Feyenoord uit is sowieso heel lastig. Thuis is wat makkelijker, zou ik zeggen. Twente... Vorig jaar hebben we die ook gewonnen, geloof ik. We hebben een goed partij gegeven ook hier. Ja, te beginnen zondag. Alles is mogelijk. Ja. Willem II heeft er ook gewonnen. Dus, maar als ik toch ga kijken naar Feyenoord op het moment, dan denk ik, ja, dat is een goede ploeg. Ja, nou ja, zeker. Er is niks aan gelogen. Maar zoals ik zeg, in de Eredivisie is alles mogelijk. En we gaan proberen om zondag daar in ieder geval een punt. Als het kan 3 punten mee te nemen. Ja, zo mooi zijn. We gaan met 850 man. Hmm. Dus ze hebben ook een net geplaatst voor ons speciaal, maat. Bij het uitvakken. Ja, net. Dat is wel verstandig, denk ik. Ja, hè? Ja. Want? Zitten mensen onder. Precies. Ja. Maar wij hebben niet gegooid. Nee? Wanneer? Nee. De vorige clubs die daar geweest zijn, die hebben gezorgd dat we net voor ons snuffer krijgen. Precies, bij jullie komt er net. Ja. Nou, dan is niet jullie fout. Nee, dan kunnen wij er niks aan doen. Maat, moeten we verder nog wat vertellen? Ja, je wou nog wat kwijt natuurlijk. Wat ik kwijt wou? Ja. Over meneer Wang, dat het nou... speelt dat bij jullie in het elftal, of niet? Dat er een nieuwe eigenaar komt? Ja, niet zozeer, maar... Ja, nee. We maken er alleen grapjes over. Ja, je maakt grapjes over, maar... Dat het een beetje serieus wordt, maar tot nu toe... Ons heeft het geen invloed, denk ik. Dus nee, team heeft daar niks mee te maken met die aandelen, toestanden. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar ja, vandaag was er ook een nieuwe speler bij. Ja, dat wel. Ja, dus, buitenspeler, hij kan zowel links als rechts voorspelen. Ja. En wat vond je tijdens de training? Volgens mij is hij best snel. Ja? Nee, ik weet niet. Ik heb hem, dat kan je niet zo goed zien op één training. Hij heeft 8 hoekschoppen genomen, er kwam er eentje aan. Ja, dat kun je ook zeggen. Ja, dat kun je ook zeggen inderdaad. Nou ja, precies, daar hebben we 2 meningen, dus zullen we het in de wedstrijd wel... Ik zag hem wel met een oranje hesje. Ja. Ja, maat. Ja, dan moet je weer bij de trainer zijn. Dan ga ik weer bij de trainer zijn. Nou, maat, ik ga hopen dat er een wonder gebeurt. En anders kom je er gewoon in na een paar minuten. Precies. Ja, dan schiet ik hem nou maar binnen. Oké. Jo, dan staan we met de trainer natuurlijk. Ja, dan moet dan alweer koppen gaan rollen natuurlijk, maat. Want Feyenoord. Ja, ik denk dat we gewoon die punten moeten hebben. Ja, we zitten nou in een situatie dat we daar ook voor punten moeten gaan. Ja. Dus zo simpel is het. Ja, want we werden verleden week redelijk benadeeld ook. Ja, weet je... Daar wil je niks over zeggen natuurlijk. Nou ja, ik ben na mijn carrière beter bevriend met scheidsrechters. En in dit geval met Mario van den Ende. En die heeft me al het hele jaar het advies gegeven om
zo oppervlakkig mogelijk te blijven in dat verhaal. Maar goed, het is al, het is nu al de, wat ik uit mijn hoofd weet, de vierde keer. Dat scheidsrechterlijke beslissingen wel heel veel invloed hebben. Dit seizoen. Ja, ja. Ik bedoel, het begint al met de eerste wedstrijd. Nou, daarna heb je een keuze van een scheidsrechter bij Twente uit. Bij een ingooi. En waar ik ook ander gedrag zie van een scheidsrechter hier tegen Ajax. Een soortgelijk verhaal. Ja. Dus om nou te zeggen dat het iets heel duidelijks en consequent is. Nee, daar heb ik wel moeite mee. En dit is al de tweede discutabele penalty die we tegenkrijgen. En het is ook niet zo dat wij heel veel goals of met heel veel groot verschil winnen of verliezen. Dus het is voor ons altijd heel belangrijk. Ja. Hoe ziek ben je dan ook? Want je elftal die hebt de punten nodig. Ze waren niet in de goede doen. Je probeert dat op de rit te krijgen. Hoe vervelend is het dan voor die jongens dat zoiets gebeurt in die wedstrijd? Zoals met die rode kaart van Vito. Nou ja, het is frustrerend. Omdat je, laat ik zeggen, wederom geen goede wedstrijd. Maar ik denk wel de eerste helft dat een degelijke wedstrijd was. Dat we eigenlijk niets weggeven. Zelf nog de beste kans hebben voor rust. Maar ze hebben geen schot op het goal gehad voor rust. Maar je staat wel 1-0 achter door zo'n, ik vind het nog steeds belachelijke beslissing. En dan heb ik het nog niet eens over de rode kaart, die ook daardoor die ook terecht geseponeerd is. Maar dat geeft wel de frustratie aan. En in de tweede helft kan ik de jongens niks kwalijk nemen. Ze hebben naar hun vermogen gevochten voor een puntje. En dat is helaas niet gelukt, waar dat bij NAC wel lukte. Maar goed. Ik was een beetje, toen ik maandag kwam, dat geloof ik naar buiten van de KNVB, dat hij geseponeerd werd. Toen was ik een beetje verknetterd. Want dan komt het nog harder aan. Want zie je, we hebben het wel goed gezien. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ik bedoel, het is niet zo dat ik daar nou iets van voldoening uithaalde. Dat maakt het eigenlijk nog frustrerender dan dat het al was. Maar hoe ga je dan weer, de komende week moet je trainen naar Feyenoord. Hoe ga je dan met die jongens om de tafel zitten en hoe ga je dan weer beginnen? Nou ja, kijk, het is duidelijk dat we voor elke wedstrijd is voor ons een finale. En elke wedstrijd moeten we gaan voor het beste resultaat. En dus moet je de knop omzetten en gewoon weer door. En, maar goed, daar zijn we met z'n allen professioneel genoeg voor. Alleen het beseffen moet er wel zijn dat we ook in de Kuip gewoon volop ervoor moeten gaan. En niet te veel respect of ontzag of wat dan ook, voor welke tegenstander dan ook. Het is een goede ploeg, uitstekend in vorm. Maar nogmaals, elke wedstrijd is er gewoon één op zich. En weet je kan niet van tevoren al gaan zeggen van we laten het gaan. Dat past ook niet, denk ik, bij onze club. Bij ons niet. Wij willen altijd winnen. Ja, ja. Dan gebeurt er een hoop in de club. De heer Wang, dus officieel dan de grote aandeelhouder nu. Merk je daar wat van? Want ik zag vandaag ook een nieuwe speler die jullie gehuurd hebben voor een half jaar. Ja, maar dat is nog niet het gevolg daarvan. Dat is, we zijn wel volop bezig aan het kijken. En de realiteit is dat deadline, die is er bijna. Ja. En we moeten kijken of we nog wat kunnen doen. Maar de groep die we nu hebben, op dit moment is dat het. En ook daarmee moeten we betere resultaten kunnen halen als dat we nu doen. In de media komen berichten dat er interesse is voor spelers. Groningen heeft weer opnieuw interesse voor Mikey. Er is interesse voor Kramer, voor Aalberg. Ik ben ook bang dat er dadelijk voor Kanon interesse is. Die jongen zit in de kwartfinale en die speelt. Hou je daar ook nog rekening mee dat daar wat mee kan gebeuren? Nou ja, kijk. Ik denk dat niemand me kwalijk kan nemen dat ik nu vooral kijk naar de korte termijn. Dus de spelers die ik nu heb. Maar ondertussen werk ik nu ook al een jaar of 7, 8 voor ADO. Dus ik hoop ook, los van mijn situatie, dat het de club goed gaat. En als we spelers kunnen verkopen omdat die het uitstekend doen en de club het geld opbrengen wat in relatie staat tot hun status, dan is het alleen maar een goede zaak. En ik denk nog steeds dat de club in principe nu moet gaan doorselecteren. Dat is inherent aan een nieuwe omgeving. Dan hoorde ik nog een positief, tenminste dat een supporter zoals ik, die maakt blij. Als je hoort dat er in principe, ze willen weer gras terug hebben. Heb je dat verhaal ook gehoord? Ja, ik heb ook dat opgevangen, nu net eigenlijk trouwens. Iedereen weet, de meeste oudspelers zijn zeker met de gewrichten die we nu hebben, hebben een voorkeur voor gras. Maar ik moet zeggen, de mensen die dit gedaan hebben, de periode dat we nu op kunstgras hebben gespeeld, ik moet zeggen, ik vind dat de mensen uitstekend werk hebben geleverd. En die wil ik zeker niet tekort doen. Heel veel respect voor. Maar gras is voor heel veel mensen van de oude generatie heeft toch de voorkeur. Vanochtend lag het veld helemaal, het laatste hoor, dan kun je verder. Vanochtend lag het veld helemaal wit. Lag best een knap pak op. Kunstgras is denk ik eerder schoon.
Ja, weet ik eigenlijk niet zozeer. Want je moet natuurlijk ook opletten dat je de vulsels, het vulsel niet verwijdert. Okay, dus dat heeft ook wel consequenties, denk ik. Maar nogmaals, ik denk dat de heren uitstekend werk hebben gedaan om het veld schoon te hebben. Ja. Oké, maar het goede wedstrijd zondag. Okay, we zijn er met 850 man. Dat is altijd mooi om te horen. Dankjewel. Oké, trainer, top. Ja, hoe staan we met Danny Bakker? En Danny is goed bezig. Zaken we natuurlijk wel al in zijn spel. Maar ik denk dat het nu zover is dat je gewoon 100% bent. Ja, klopt. Daar heb je gelijk in. Ik voel me echt fit. Dus dat gaat goed. En ook weer als laatste stond je nog op het goal te schieten. Wat was je doen? Penalties aan het oefenen? Ja, penalties en vrije trap. Altijd wat extra's erbij. Dus je moet ook wat investeren in jezelf natuurlijk. Ja. Luister, Dana, dan hoor ik ook. Je weet, ik kom vaak in het home ook en zo. En dan zaten we van de week met supporters te praten. Ja, we zijn bang dat we je kwijtraken. Want er is jou wel een nieuw contract, geloof ik, aangeboden. Maar ja, dat is niet het contract wat je verwacht had. Oh, ik heb niks ontvangen. Het was van vorig jaar, toen ik een week voordat ik van mijn voet brak. Toen heb ik het naast me neergelegd, omdat ik het geen goed aanbod vond. Maar sindsdien heb ik helemaal niks meer gehoord. Dus tot nu toe nog helemaal niks. Dus, maar het is alleen dit seizoen ben je toch nog waarde? Of is er nog een optie? Nou, hij loopt af, maar ik heb nog wel een optie. Maar hoe en wat, dat weet ik nog niet. Dat moet ik even nog wat laten uitzoeken. Okay, maar jij wilt toch bij Den Haag de top halen? Ja, tuurlijk. Het is mijn club. Dus ik kom hier ook vandaan. Ik woon hier om de hoek. Dat is ideaal. En ik heb het hartstikke naar mijn zin. Maar het ligt niet alleen aan mij. Nee. Ik denk dat we met een ander team gaan spelen dan we verwacht hadden. Ik denk dat de mensen gepasseerd gaan worden. Dat heb ik net ook aan de hesjes gezien, denk ik. Hoe gaan jullie ermee om, de spelers? Want ja, gaat waarschijnlijk ook een andere wind waaien met meneer Wang. Nou ja, is ook zo. Maar voetballerij weet je dat je te maken hebt met concurrentie. En daar word je alleen maar sterker van. En dat is natuurlijk moeilijk voor de jongens die ernaast komen te zitten. Nu denk ik dat ik speel, maar dat weet je ook niet zeker natuurlijk. Elke training moet je knokken voor je plek en dat doe ik nu nog steeds. Dus voor de team dat weet ik niet zozeer, maar dat moet nog blijken. Maar als je op de 15e plek staat, dan moet je wel wat een tandje erbij zetten. Dus versterking zou best wel kunnen. Ja. Is de teleurstelling van verleden week, is die over? Of waren jullie niet teleurgesteld? Ja, natuurlijk wel. Je wordt eigenlijk een beetje benaderd natuurlijk door de scheids. En met eenmaal minder moest je nog een hele tweede helft spelen. En dan weet je dat het heel moeilijk wordt. Komen er dan ook pijntjes? Zwaar wordt het wel. Ja. Natuurlijk. Dus dat is wel lastig. Maar teleurstelling niet zo erg groot. Want je moet natuurlijk ook doorgaan naar de volgende wedstrijd. Ja. Maar we waren wel erg aan het balen. Maar we trainen vandaag weer op Feyenoord toe. Dus dan moest je daar weer de focus op leggen. Dus één kant is best wel lastig natuurlijk. Dat je de wedstrijd moet vergeten waar je benaderd wordt. En dat de teleurstelling wel eerst groot is. En daarna moet je weer focussen op de volgende wedstrijd. Maar dat hoort er ook bij. Dus je kan niet te lang stilstaan. Feyenoord, speciaal toch voor ons Hagenezen? Ja, een hele mooie wedstrijd. Ik heb vorig jaar de eerste invalbeurt mogen meemaken. En heel mooi stadion natuurlijk. Mooie club. Dus heel mooi pot voor een speler zelf. Voor je carrière is dat heel mooi, ja. Ja, nou maat, we gaan je zondag zien. Ja, ik hoop dat je gewoon speelt, want dat denk ik haast wel, wat ik gezien heb. Dus ik hoop dat het jouw dag wordt. Ik hoop het ook, van ons allemaal. Ja, van ons allemaal. Ja, zie je, begrijp je, Hagenezen begrijpen elkaar. Het is ons dag, Den Haag, ja toch? Ja, zeker, klopt. Oké, Danny, nou, dit was het ADO-journaal. We hebben eindelijk weer een vrijdagbabbel. Dan zeggen we samen, latas! Later.